Ons land staat bekend om haar kunde in waterbeheersing en het creëren van nieuw land. Ook de ontwikkeling en het onderhoud van havens en waterwegen is iets dat wereldwijd uitgevoerd wordt met behulp van Nederlandse kennis. We praten met Baars, een specialist op het gebied van drijvend bagger, boor en heimateriaal. Equipment voor bagger, boor en heiwerkzaamheden, zoals de naam al zegt, is equipment voor bagger, boor en heiwerkzaamheden op het water. Op dat equipment zijn altijd mensen en zwaar materieel. Het is belangrijk dat het materieel robuust en veilig is voor de mensen. We hebben zojuist deze splijtbak waar we op het moment op staan te water gelaten. Een splijtbak is een bak voor baggerwerkzaamheden. Daar kan je bagger mee doen, stenen mee storten. Worden ingezet van Amsterdam tot Zanzibar. Voor de havens uit te baggeren in Frankrijk, in Engeland, maar ook ondieptes op te ruimen op de Donau in Oostenrijk bijvoorbeeld. Ja, zo'n bak is echt een, zoals de naam zegt, een splijtbak. Het is eigenlijk een soort kiepauto op het water. Je kan hem laden, je gaat naar zee en daar doe je hem open waar diepe gaten zijn en daar kan je je materiaal instorten. Naast de splijtbakken hebben we beun- en elevatorbakken. Beunbakken is voor het vervoer van natte lading met een laagsoortelijk gewicht. Elevatorbakken zijn voor natte lading met een hoogsoortelijk gewicht. Beide bakken hebben schuine beunen, kunnen gelost worden onder een bakkenzuiger. En de bakken worden gebruikt voor diverse op- en overslagwerkzaamheden. Het bedrijf bestaat uit een verhuurvloot van splijt, elevator en beunbakken. Op de scheepswerf worden pontons en bakken voor de verhuurvloot gebouwd. Klanten hebben behoefte naast het huren van een ponton of een splijtbak in een goede, betrouwbare leverancier. De klanten hebben een change supply, dan moet je goed, vertrouwbaar equipment leveren. Ze zijn zo sterk als de zwakste schakel, in dit geval de toeleverancier of de onderaannemer die het equipment levert. Het is voor de klant, voor de aannemer belangrijk dat ze een betrouwbare partner hebben. Dat ze op aankunnen op de spullen die je levert en dat je ze op tijd levert. Doen wat je belooft is denk ik in ons vak het allerbelangrijkste. Nou, die rol kun je het beste vervullen om vroegtijdig in het voortraject erbij betrokken te worden. Daardoor kan je het juiste en het meest economische equipment uitzoeken en leveren aan de aannemers. Na de sanering in de scheepsbouw in de jaren 80 hebben veel bedrijven zich moeten inspannen om met de expansie van grote baggeraars mee te groeien in de waterbouw. Zo heeft men zich hier ten doel gesteld om jaarlijks met een innovatie te komen. Dit jaar betreft het de eerste bemande, zeewaardige, modulaire ponton. Ja, op het moment zijn we een containerponton aan het installeren. Die wordt samengebouwd voor het project in Guernsey. Je hebt net al binnen de sputpalen gezien die we samengesteld hebben. Nou, die sputpalen kunnen in een sputponton, zo noemen we dat. En daar zorgen we voor dat de ponton aan de bodem verankerd is. Nou, je ziet, het zijn eigenlijk hele grote Lego-blokken in containerformaat. En daar kunnen we verschillende configuraties van maken. Het grote voordeel is dat je met deze spulletjes op onbereikbare plaatsen kan komen. En dat ze ook heel goedkoop voor containerprijzen vervoerd kunnen worden naar de andere kant van de wereld. Mijn tip is, maak een ondernemingsplan voor de komende 5 jaar. Plan your work en work your plan.